Dan bleek ook heel wonderlijk dat wij werden elke dag om 6 uur gewekt. Nou ja, dan moesten die jongens 7 hun bed opmaken, tanden poetsen. Dat was allemaal in 20 minuten klaar. Dus dan was het 6:30, zal ik allemaal zeggen. Maar ja, de mes ging pas om 7:30 open, in mijn herinnering. Dus ja, ik heb ook aan die wachtmeester gevraagd. Wachtmeester, zou het niet anders zijn als we een uurtje langer zouden kunnen slapen? Nee. Want sinds de Napoleontische tijd was het zo en het zou nooit meer veranderen. En onze lieve heer had dat zelf bepaald, stond ook ergens het Oude Testament, dus het, dat kon niet. Er kon eigenlijk niets in dienst. Het Verlossum, kunt u mij horen? Nog even een binnengekomen bericht. Zelensky heeft met Johnson gesproken en heeft gezegd, we moeten samenwerken om de voedselcrisis te voorkomen en ook de havens te deblokkeren. Want daar zijn de Russen natuurlijk niet mee bezig. Ja, daar ben ik erg voor. Ja. Maar als Johnson, kan die dan misschien een deel van de Engelse vloot sturen. Maar ja. dat zal hij niet doen. Ja. Ja. Ja, want dan zit je weer met je escalatieproblemen. Vind je Johnson dat hij het goed doet tot nu toe? Of vind je het een beetje gekkie? Nou, het is een beetje gekkie. Heeft hij het erg goed gedaan. Hij heeft natuurlijk een vrij spectaculaire verkiezingsoverwinning behaald enige tijd geleden. En daarna heeft hij slordig geopereerd, naar mijn gevoel. Ik vond dat er wel erg veel werk van gemaakt werd van die feestjes daar op Downing Street 10. Ik begrijp de verontwaardiging wel, maar ook wel een beetje goedkoop. Ook weer typisch een beetje incidentenpolitiek. Maar hij heeft nu natuurlijk lokaal fors verloren. Ja. Van Dans de Tories hebben we lokaal fors verloren. En ik weet niet waar het stond, ik geloof in The Economist of zo. Maar ja, het is wel aangeschoten wild. Maar de vraag ook in dat artikeltje was, hoe komen we weer van hem af? En dat is vaak, het is aangeschoten wild, Rutte is aangeschoten wild, daar kunnen we het wel over eens zijn. Denk aan 1 april vorig jaar, maar hoe komen we van hem af? Niet meer op hem stemmen? Nou, dat zou een geweldig idee zijn natuurlijk, maar dat blijkt de Nederlandse kiezer niet erg gevoelig voor te zijn. Ik denk nu wel, na alles wat er weer gebeurd is. Balkenende was op een gegeven moment toch ook klaar? Daar stemden mensen toch ook niet meer op? Ja, dat is natuurlijk het drie. En zeker als Rutte zegt, ik ga niet door. Maar dit hebben we ook al besproken. Maar je denkt, hij gaat niet door en hij heeft nu het record gevestigd. Dat zou ik eigenlijk het leukste vinden. En ook licht verrassend. Dat het op de dag nadat hij het record heeft gevestigd. Namelijk dat hij langer minister-president is geweest dan Ruud Lubbers. Want Ruud Lubbers was? 12 jaar ruim. Dan, volgens mij is dat moment nadat snel voor Rutte. En dat hij dan zegt van, tabé heren, ik ga met Jort deelnemen aan de Volvo Ocean Race. Ja, maar hij zegt zelf, ik doe het daar niet voor. Het interesseert me niet zoveel. Hij kan moeilijk iets anders zeggen. Ja. Omdat als je zou zeggen, ik heb altijd gemikt op langer dan Ruud Lubbers. Ja, dan word je natuurlijk neergezet als kinderachtig. Maar dat het een factor is, ergens in zijn hoofd, daar ben ik vast van overtuigd. Ja. Maak je nog zorgen over dat apenpokkenvirus? Nee. Okay. Absoluut niet, nee. Ja, nou ja, dat schijnt heel besmettelijk te zijn met die blaasjes. En die, ik geloof het graag, ja, maar dat was wel gewoon. Je moest er wel of seksueel verkeer moest er aan te pas komen. Ja, klopt. Of je moest een open wond betasten. Ja. Of je moest iemand een ongelooflijk vochtige kus geven. En dat zijn allemaal activiteiten die in mijn geval heel zeldzaam voorkomen. Dus, Oké, okay. Nee, dat is goed. Apenpokken, ja. En bovendien bleek het toch al vrij onschuldig te zijn, toch? Nou ja, je gaat, in Afrika gingen er ook wel mensen aan dood. Moet ik zeggen. Ja, misschien al. Je hebt onderliggend lijden, wie zal het zeggen, nee. Dat weet ik niet. Ja. Nou, ik zag wel weer eventjes, hoe heet het allemaal, die types die we een hele tijd niet meer gezien hebben. Van Dissel was weer op tv. En die andere die altijd erbij op één zat met die bril. Ab Osterhaus. Ja, die zag ik weer. Die hadden ze weer afgestoft. Nou ja, dat zijn lui natuurlijk die met een hele solide tv-toekomst. Omdat we in toenemende mate natuurlijk. Kijk, de planeet is één groot besmettingsgebied geworden. Vroeger was dat heel lokaal en zette zich dat niet voort. Maar tegenwoordig is dat dus niet zo. Nee. Dus als er ergens een virus of een bacterie of wat dan ook actief is, dan mag je ermee rekenen dat het ding in no time in Utrecht is. Ja.
Dat is nog even een vraag voor onze luisteraars in China, hoe daar nu is. Want het laatste wat we hoorden was de lockdown. Maar ik weet niet of die inmiddels alweer opgegeven is. Deels in Shanghai begreep ik. Maar dan moet ik zeggen, dat hou ik niet dagelijks bij. Nee. Wat interessant blijft, is dat de Chinezen een verkeerde strategie gevolgd hebben. Ja. Dat ze eerst enorm bewonderd werden vanwege hun strategie en de strengheid waarmee die werd nageleefd en zo. En dat het achteraf eigenlijk niet zo verstandig is gebleken, omdat ze nu zitten met een probleem dat heel veel mensen die dan niet gevaccineerd zijn, omdat ze dachten dat dat niet nodig zou zijn, omdat ze het zo streng hadden aangepakt. En nu blijkt dat eigenlijk niet zo te zijn. Dus in de tijd is Rutte natuurlijk het torentje uitgelachen vanwege die massa immuniteit, hè, ja, dat was het ook weer. Dat zei hij toen in die toespraak, ja. Ja, en dat was allemaal ontzettend stom. Maar uiteindelijk blijkt het daar wel een beetje op neer te komen. Ja. Nog een paar korte vragen van luisteraars. Manfred van Genen die wil meer weten over jouw absolute dieptepunt in jouw leven. Namelijk de 5 maanden dat je in militaire dienst bent geweest. Oh. Ze zegt, we hebben daar veel over, of weinig over gehoord. Je kunt daar nu wel vrij over spreken, want het zal waarschijnlijk verjaard zijn. Ja, het is denk ik wel verjaard, ja. Dit speelt zich af in de zomer van 1970. Misschien moet ik eerst even uitleggen. Ik was 27 toen. Klopt dat? Ja, hè? Ik geloof het wel. Ik ben van 43, dus ik was 27. Hey, al die andere recruten, die waren dienstplichten, die waren 10 jaar jonger dan ik. Nou, niet 10, maar bijna 10 jaar jonger dan ik. Dus dat was al een beetje een rare situatie. Het kwam eigenlijk omdat de studentendecaan, ik stond op afstuderen. Ik had al de belofte van een beurs aan een Duits onderzoeksinstituut. Maar de studentendecaan had dat niet doorgegeven. Of in de prullenmand laten vallen. Of nou ja, hoe dan ook, hij had er geen werk van gemaakt. Met als gevolg dat ik een boze brief kreeg van de militairen. Dat als ik niet op die en die dag in de Willem III kazerne in Amersfoort zou verschijnen, zou ik door de marechaussee thuis worden opgehaald. Nou, dat leek me nog niet zo geweldig. Dus ik ben maar gegaan. Zodoende. Toen ik er helemaal in zat, bleek het dan vrij lastig te zijn om er weer uit te komen. Want dan zei ze, ja, hij moet in dienst. En ja, het is niet anders. En dan had hij maar wat vlugger moeten reageren. Maar ja, mijn fout was het niet. Ik moet zeggen, mijn latere promotor von der Dunk, die ook die baan daar in Mainz, in dat onderzoeksinstituut had geregeld, die heeft toen van allerlei hoge beomers gebeld en gezegd dat ik een veelbelovend jong onderzoeker was. Niet dat ik daar in Mainz veel van terecht heb gebracht, maar toch, dat zei hij. En tenslotte ben ik er, ik ging in mei in dienst. Ik ben er eens per 1 september uitgekomen. Nou ja, toen heb ik meerdere malen verteld dat dat een van de meest absurde ervaringen van mijn leven is geweest, omdat ik niet wist wat een totaal verkalkte organisatie het Nederlandse leger was, of althans dat deel ervan wat werd ingezet bij de behandeling van dienstplichtigen. Wij werden opgeleid tot tankcommandant in principe, is wel belangrijk dat je dat even vasthoudt. Maar je moest natuurlijk eerst de basisopleiding moest je eerst doen. Wij sliepen met z'n 16 man in 8 stapelbedden op zo'n kamer. Er werd ook steeds gecontroleerd of het wel goed schoon hielden. Dus de wachtmeester ging zo met zijn vinger over de randjes heen om te kijken of het bots van 3. En dan werd er uitgelegd hoe je je kast in moest ruimen. Dat is dat verhaal van dat de onderbroeken moesten op mesbreedte opgevouwen worden. En ook niet zo'n beetje kinderachtig dat het erop lijkt of zo. Nee, de wachtmeester hield het mes erbij om te kijken of het op de millimeter wel klopte. Dan werd je goedgekeurd en anders moest je het allemaal overnieuw doen. Het was ook zo dat als je het kastdeurtje opendeed naar achteren, dan moest het precies op de millimeter samenvallen met het laken van je bed wat je zo omsloeg. Niet een millimeter meer, ook niet een millimeter minder. Nee, precies moest het goed zijn. Anders moest je je bed weer opmaken. Nou ja, dit geeft een beetje een beeld weer van wat de prioriteiten ter plaatse waren. Dan bleek ook heel wonderlijk dat wij werden elke dag om 6 uur gewekt. Nou ja, dan moesten die jongens 7 hun bed opmaken, tanden poetsen. Dat was allemaal in 20 minuten klaar, dus dan was het 6:30, zal ik maar zeggen. Maar ja, de mes ging pas om 7:30 open, in mijn herinnering. Dus ja, ik heb ook aan die wachtmeester gevraagd. Wachtmeester, zou het niet anders zijn als we een uurtje langer zouden kunnen slapen? Nee.
Want sinds de Napoleontische tijd was het zo en het zou nooit meer veranderen. En onze lieve Heer had dat zelf bepaald, stond ook ergens het Oude Testament, dus dat kon niet. Er kon eigenlijk niets in dienst. Geen kritische vragen, geen suggesties, geen alles wat ook maar zweemde naar van heeft u daar wel eens over nagedacht, dat was al genoeg om te zeggen. Jij wil zeker het weekend binnen blijven. Nou, dat was de ergste straf die je kon overkomen. Jij wilt zeker het weekend binnen blijven. Toen, op een goed moment begon die opleiding. Maar wij moesten eigenlijk elke dag afzien van dat er veel gegymnastiekt werd. Waardoor ik zo stijf werd. Nou, op een goed moment, ik had natuurlijk 10 jaar lang helemaal geen gymnastiek gedaan. Dat ik me eigenlijk bewoog zoals Biden zich nu beweegt, zo'n beetje op die manier. Maar we moesten ook elke dag wel 1,5 uur exerceren. Vooruit, links uit de flank, rechts uit de flank enzovoort. En ik kon natuurlijk toch niet laten om tegen die wachtmeester te zeggen: God, wachtmeester, wij zijn een opleiding voor tank, als tankbemanningen. En vindt u het niet een beetje gek dat we 1,5 uur per dag moeten exerceren? Gezien ook de beperkte ruimte in de tank is de kans niet groot dat belangrijke exercitieactiviteiten daar niet uitgevoerd kunnen worden. Nou ja, wat zei hij? Ook zei er nog bij van, het, ik kan me begrijpen, exercitie ooit in de Napoleontische tijd was dat zinvol, want dan moet je van die carré's en zo. Maar ik zei tegen hem, we kunnen onze tijd beter gebruiken. Dat kan niet. Dat is helemaal fout. En dan moest je nog 1 uur extra exerceren. Je had iets kritisch gezegd. Je kon nooit. Kritische opmerkingen werden niet gewaardeerd. Nou ja, zo zat dat eigenlijk. Het zat het hele systeem in elkaar. En ja, dat is zo gek. En een organisatie, de tragiek van zo'n organisatie is dat die dus iets moest doen, namelijk dienstplichtig opleiden. En nooit beproefd hoefde te worden in de mate waarin die organisatie ook, als het op oorlog aan zou komen, zou functioneren. Dat is natuurlijk heel tragisch, eigenlijk. Maar God allemachtig. En dan, wat ik nog helemaal vergeten ben, omdat je het. Eigenlijk moest je altijd overal langdurig wachten in de rij staan. Wat ook heel karakteristiek was, het was wekenlang prachtig weer. Maar er was 1 avond dat het onweerde en stortregende. En toen moesten we met volle bepakking aantreden voor het gebouw. En kinderachtig. Ontzettend kinderachtig. Je weet dat er veel geschreven is over het Duitse leger. En de gruwelijke dingen die dat Duitse leger gedaan heeft. Vanwege het bevel is het bevel. Maar nou moet ik zeggen dat ik meerdere malen de personeel daar op de baas heb horen zeggen. Bevel is bevel. Ik heb toen niet gezegd van, zullen we dat nou eens even in het Duits vertalen? Het was toch allemaal eigenlijk een vrij kinderachtige manier om discipline aan te kweken bij de. En dat was eigenlijk helemaal niet nodig, omdat de meeste van mijn kamergenoten bijvoorbeeld waren, omdat ze in opleiding waren voor die tanks, die waren in het burgerleven kraandrijver of dreklijnbestuurder of zoiets in die geest. Ze vonden het helemaal niet erg om in dienst te komen. Maar het werd ze tegengemaakt door die flauwekul van die opleiding. Dat vond ik ook gek. Maar ik heb ook wel eens met die lui, eigenlijk... Je moet gewoon niet in dienst gaan als je 27 bent. Dat is niet goed. Je bent. Één ding leer je daar, hou af. Denk niet na. Doe alles op de automatische piloot. Aanvaard dat het leven totaal absurd is. Dat het bestuurd wordt door mensen met een hele beperkte intelligentie. Dat vond ik althans. Dus ja, ik vond het zonde van mijn tijd. Heb je er iets geleerd wat je nu vandaag de dag nog steeds doet? Ik heb er wel iets geleerd, maar dat hoeft tegenwoordig niet meer. In verband met de veranderingen van de technologische middelen, de mens ten dienste staande. En dat was de kaartlezen. En een tankcommandant moet verrek goed kaart kunnen lezen. Dus je had stafkaarten en dan leerde je precies hoe je met. Nou ja, dan weet je. Hoe kun je met de tank van A naar B rijden? Wat zijn de hindernissen? Want als je dan eenmaal goed die kaart kunt lezen, dan weet je ook dat je op zo'n kerktorentje kunt oriënteren. En of je over die sloot heen kan, ja of nee. Ja, zo'n ding weegt
weet niet, Centurion, die woog geloof ik ook al 50 ton of zo, 55 ton. Dus dat is allemaal inter. Dus ja, ik heb daar goed kaart liggen lezen. Maar ja, wat heb je nog aan kaartlezerij? Je drukt op een knop en dan zegt iemand over 300 meter naar links en dan de tweede rechts. Kaartlezen is niet nodig meer, ja. Maar ik kan goed kaart lezen. Dus als alles uitvalt, dan kunnen we je op jouw beroep doen? Als alles uitvalt en kaartlezen blijkt tot de allerbelangrijkste menselijke activiteiten te behoren, dan kan ik gebeld worden, ja. Ik ben nog steeds dol op stafkaarten. Ja. Je kunt zo'n heel overzicht krijgen van stafkaarten, 1 op 50.000 voor Nederland. Dat is enorm de moeite waard. Ja. Dan kun je vaak op stafkaarten, daar kun je heel goed zien de structuur van het landschap, de structuur van infrastructuur natuurlijk. Het is een heel mooi kaartbeeld eigenlijk, echt voortreffelijk. Het is natuurlijk een regeringsproduct bij mijn weten. Maar het is veel mooier dan die verrekte digitale kaarten van Google en ook Apple Maps. Dat is eigenlijk al een lelijk kaartbeeld is dat. Ook vaak volstrekt onbetrouwbaar voor zover het spoorlijnen en waterwerken betreft. Dus ja, koop een stafkaart. Is die dienst nog steeds hetzelfde eigenlijk nu? Is dat nog steeds zo dat je geen kritiek mag hebben? Geen idee, omdat natuurlijk de dienstplicht is. Die bestaat nog precies. Wel wettelijk, ja. Maar niemand hoeft meer voor dienstplicht in dienst. Nee. Was toen ook al een relatief kleine groep, omdat het aanbod veel groter was dan wat ze verwerken konden. Ja, maar ik bedoel meer als je niet als je een dienst moet, maar als je daarvoor kiest. Is het dan nog steeds zo dat je kritiek is niet mogelijk? Dat ik kan niet. Ik denk dat die kritiek heel beperkt is. Als je daar de zodra je een tik kunt, in mijn geval was dat ook wel een beetje zo, dat je de reputatie krijgt van een querulant. Hè? Altijd weet hij alles beter. Ja. Hij heeft zeker weer iets gelezen over het Israëlische leger. Hè? Van Rossum, jij moet je mond houden. Ja. Nou, Bram Langeberg, die heeft het nog over het congres van de NRA. Dat is dus dat wapencongres. Ja. We hebben het daar uitgebreid over gehad. Nou, laatste vraag. Een politieke vraag voor Maarten. Politiek moet om idealen gaan, om wereldbeelden. De kiezers kiezen dan het beeld wat hen past. Momenteel proberen de partijen bij de kiezers te passen. En daar gaat het volgens mij mis. Daardoor ontstaat ook populistische partijen. Maar feitelijk worden de bestaande partijen ook steeds populistischer. Probleem is dat ik me niet kan voorstellen hoe dit zich zou kunnen herstellen. Heeft Maarten daar een idee bij? Jimmy, nee. Dat is een beetje Mark Juriens. Ja. Mark haalt heel veel overeind waar ik niet zo 1, 2, 3 een simpel verhaal bij kan vertellen. Want hij begint natuurlijk met dat verhaal dat politiek gebaseerd moet zijn op idealen en ideologieën. Waarbij ik zou zeggen, daar zou ik sowieso al in eerste instantie al heel terughoudend bij zijn. Idealen of ideologieën die de suggestie wekken dat ze in feite een pasklare en alomvattende verklaring geven van maatschappelijke of historische processen. Daarmee is natuurlijk in de vorige eeuw de meest gruwelijke ellende aangericht. Vooral natuurlijk in de vorm van de communistische revoluties in diverse landen. In zekere zin worden we door de negatieve neveneffecten daarvan nog steeds geteisterd. Of dat nu Xi Jinping is, niet waar, of die hele gruwelijke erfenis van de Sovjet-Unie, die je natuurlijk in de vorm van Poetin en zijn konuiten aan het werk ziet. Dus daar zou ik al. Ik zou niet te veel koersen op samenhangende ideologieën, maar op de politiek ook grotendeels willen beperken tot praktische inzichten. Je kunt heel goed onderzoeken waardoor armoedeverschijnselen ontstaan. En dan kun je ook, denk ik, wel praktische maatregelen bedenken. Of je dan meteen een alles overhuivende strategie of ideologie moet hebben, daar heb ik mijn twijfels bij, eerlijk gezegd. Geloof in de politiek. De politiek is toch ook voor een heel belangrijk gedeelte simpel praktisch handwerk. Hè? En eigenlijk, je zou kunnen zeggen, veel van de ravage die de VVD, want het is onzin om alleen maar Mark Rutte daarvan schuld te geven, heeft aangericht in de afgelopen 20 jaar, die hangt eigenlijk samen met het feit dat ze toch een ideologie bleken te hebben. Namelijk dat idee van de kleine slagvaardige staat en dat kon allemaal een stuk goedkoper en kon ook allemaal gedigitaliseerd worden en nou ja, dan zouden we in een ideale. Nou ja, vervolgens hebben ze praktisch alle overheidsdiensten
gereorganiseerd en ze hebben er bezuinigd. En vrijwel al die overheidsdiensten zijn in dat ideologisch gestuurde proces ernstig beschadigd geraakt. Daarom zei ik er straks, Rutte en in zekere zin ook de partij waar hij voor staat, die hebben veel narigheid aangericht en tot op heden zijn ze er niet in geslaagd om de door hen zelf aangerichte narigheid ook te repareren. En er zijn langzamerhand natuurlijk genoeg indicaties waardoor wij weten wat er fout gegaan is bij die diensten. Ja, je kunt de Belastingdienst eindeloos reorganiseren en erop bezuinigen. Dan moet je uiteindelijk niet gek opkijken dat de Belastingdienst eigenlijk met de handen in het haar allemaal rare dingen doet. Die overigens ook allemaal, ook die hele strenge aanpak van die uitkeringen, dat was natuurlijk politiek gestuurd. Laten we dat even niet vergeten. Dus ja, ik ben terughoudend. En ja, idealen, dat klinkt ook hartstikke mooi. Laten we dat ook op een relatief laag niveau liefst praktisch tot uitvoering brengen. En dan nog moet je rekening houden met dat allerlei dingen waarvan iedereen vindt dat het eigenlijk zou moeten gebeuren, dat die lastig of niet te realiseren zijn. Laten we zo'n geweldig woord transparantie. Hè? Alles moet transparant zijn. Ik bedoel, we moeten ook weten hoe vaak Rutte naar de wc gaat elke dag en of hij daar wel niet al te veel duur wc-papier gebruikt, 4 lagen, dat is echt niet nodig. En gewoon een beetje goedkoop pleepapier. Volledige transparantie is ook onzin. Het zou me niks verbazen als dit de volgende rel gaat zijn. Het toiletpapier van Rutte. Ja, zeker. Ik ben ervan overtuigd dat hij heel... Nee, want je zult zien dat hij heel sober wc-papier gebruikt. Ja, maar dat het dan niet duurzaam is. Bijvoorbeeld heel erg gehecht aan 4-lagig ultra-soft wc-papier. Oh ja. Ja, in die overheidsgebouwen heb je altijd van dat... Vreselijk. Van dat ja. Grijzeachtige papier. Ja, je zou zelf haast een rolletje meenemen als ja. je in zo'n gebouw op bezoek gaat. De NPO heeft dat ook, denk ik. Daar ook lekker op bezuinigd. Ik denk dat ze bij de NPO, bij de slimste, zullen ze ook dat grijze toiletpapier hebben, denk ik. Ik zit even diep na te denken. Ik heb in mijn kleedkamer namelijk een eigen wc waar ik overzeer op gesteld ben. Dan staan we te wachten. Dat is geen ideaal wc-papier. Nee, dat dacht ik al. Het is te dun. Ja, dus op school is dat ook zo. Op hbo's en universiteiten ja. is ook van dat. Maar die moeten natuurlijk op grote schaal inkopen. En daar hangt ook zo'n ding waar je dan aan moet trekken, waar dat van het droogpapier uitkomt. Ja. Maar het is niet geschikt voor bejaarden, want je moet er zo keihard aan het trekken dat je denkt, dan moet hier iets mis zijn. Je moet er praktisch met je volle gewicht aanhangen. Nou zo'n nieuw velletje tevoorschijn kunnen tonen. Ja. Het ergste is als het op is, hè? Dat je naar het hoekje daarnaast moet. Ja, en dan moet je melden. Dan wordt er geloof ik wel na enige vertraging werd er wel iets aan gedaan. Okay. Hey, we gaan rijden, want ik moet je naar de winkel brengen. Ja, hoe laat is het nu? Ja, 4:10. Okay. Ik had nog één dingetje. Je had het over de echtgenoot van Thierry. Thierry moest maar een groot gezin beginnen. En dan begreep ik, heb ergens geleden dat Davide, dat is de verloofde van Thierry, dat hij zegt, we willen 12 kinderen. We willen een groot gezin. Aan de slag zou ik zeggen, Thierry. Ja. He, misschien krijgen we dan ook iets minder last met al die lulkoek die je verspreidt. Ja. Dan heb je echt iets te doen. Er waren ook nog een paar luisteraars die hadden nog wat namen voor. Want hij krijgt natuurlijk, hij wordt vader voor de eerste keer. En er waren een aantal luisteraars die waren zo aardig om even mee te denken, om een naam te bedenken. Hier zegt iemand Bert voor een man. Of gewoon Bertine als het een dame wordt. Nou, dat is vrij simpel. Maar er is ook iemand die zegt misschien Hildegard. Of Heidroen. Of Hedwig. Ja, ik begrijp waar dit heen moet. Ja. Beetje fascistoïde namen. Ja. Zou misschien niet zo gek zijn. Minerva of Jupiter wordt ook gezegd door Wibo Koopmans. Of een Grieks mythologische naam dat door menigeen lastig uit te spreken valt. Dat zou ook nog een idee zijn, zegt iemand. Kenny Vink zegt dat. Ik moet je zeggen, ik laat hem graag vrij in de naamgeving van al zijn kinderen. Mijn advies zou altijd zijn, geef kinderen relatief simpele namen. Relatief zelfs zo simpel dat ze niet makkelijk afgekort kunnen worden. Of dat ze niet rijmen bijvoorbeeld op poep. Hè? Dus noem je kind geen Joep, want dan heeft hij de hele lagere schooltijd. Oeh, Joep de poep. Ah, nou, ze vallen al van de banken van het lachen. Ja. Je moet daar rekening mee houden. En een heel belangrijk advies mijnerzijds. Noem je kind niet naar een bekende historische figuur. Heb je hele godganse leven. Heb je daar heb jij natuurlijk last van gehad. Heb ik last van gehad. Met de veldheer. Ik denk nu dat de historische figuur
Maarten van Rossum geëlimineerd is uit het moderne onderwijs. Maar toen ik naar school ging, was hij nog prominent aanwezig in het jaartallenboekje wat we hadden. En ja, ik heb daar allemaal gedonden mee gehad. Dus als je de Ruiter heet, dat heb ik massas mensen die de Ruiter heten, ja, noem ze dan je zoon niet Michiel. Nee. Niet Michiel de Ruiter. Ja, als je Van Rijn heet, niet Rembrandt van Rijn. Nou ja, enzovoort. Ik had doe een... dat niet, doe het die kindertjes niet aan. Het is heel vervelend voor ze. Ik had een jongen op de basisschool die heette Eugène Gérard. Dat is inderdaad ook wel. Werd hij ermee geplaagd of niet? Ja, dat kan me niet meer herinneren. Volgens mij wel. Vonden we natuurlijk een absurde naam. Zijn zus heette Marie-Madeleine. Ja, dat is ook wel vrij eigenaardig. Ja, je hebt hoor, omdat vroeger had je voorschriften voor kindernamen. He, dus als je dan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand kwam en je zei, ja, ik wil mijn zoon graag Joepie de Poepie noemen, dan mocht het niet. Dus dan moest je toch er echt Bert van maken of zoiets dergelijks. Maar volgens mij is het volkomen vrij. Dus je mag echt de gekste namen. Ja. Je ziet toch ook wel eens kinderen met hele gekke namen. Ja, vooral van je artiesten. Je hebt een jaarlijkse lijst van de meest populaire namen. Ja. En dat is hoogst interessant hoe dat verandert in de loop der tijden. Dat is kindernamen dat eigenlijk sterk modegevoelig is. Modegebonden is. Ja, dat klopt. Maar goed, er zijn natuurlijk ouders die natuurlijk nu een kindje verwachten. Die gaan in die lijstjes kijken om wat inspiratie op te doen. Je hebt ook artiesten die komen met hele rare namen. Ruud de Wild heeft zijn dochter Toy Travis genoemd. Oh ja, dat vind ik wel vrij. Dat vind ik echt zielig. Is een meisje, neem ik aan. Ja. Ja, dat vind ik zielig. Waarom? Nou, dat ik geen mens kan dat onthouden. Een juf die maakt er maar wat van. En ja, als je ook lange namen hebt, dan wordt afgekort. Hè? Ja. Ja. Dat moet je ook niet doen. Waar gaan we naartoe rijden eigenlijk? Ja, dan ga ik. Ik ga eerst even toch naar de wc. Oké. Okay. Veiligheidshalve. Ja, dat is prima. Dan wacht ik eventjes hier. Ja, maar ik ben binnen een minuut weer terug. Prima. Doe voorzichtig met uitstappen, hè. Eentje fascistoïde namen zou misschien niet zo gek zijn. Voor ons ligt Duitsland, in ons marcheert Duitsland en hinter ons komt Duitsland. Maarten van Rossum over Hitler. De Joden streefden naar een eigen wereldheerschappij. Ze waren dus een parasitair ras wat in feite die vitaliteit van het volk, in dit geval het Duitse volk, wezenlijk bedreigde. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.